ik had de indruk dat, dat Jochie van Adel, wat hier gezeten heeft, die vonden ons maar een beetje domme rikken omdat we op BBB gestemd hebben. Ja, schimmel ben ik bedoel je. Ja, wie denkt denk hij nou dat hij is dan? Ja, dat is... Oh, Adel, zeg je. Ik dacht ADO, maar... Nee, Sander Schimmelpennink bedoel je toch? Ja. Laat een tweeter uitgooien, ik begrijp het ook niet helemaal. Wat is er gebeurd dan? Staat er, mensen vragen waarom ik bij VI ga zitten. Ik zeg dan om domrechtse hordes tegen te spreken en op te voeden. En de comments op Twitter natuurlijk. Daarom doet hij het. Oké. Okay. Ja, deze jongen leidt aan een hele ernstige vorm van zelfoverschatting. En eigenlijk moet ik die bij mij in de tuin zetten. Want hij is heel klein. Met een kruiwagentje. Met een kruiwagentje. Zijn neusje rood verven en hem heel de dag uitlachen. Nou, ja. Dat zou hem goed doen. Ja, dat denk je wel. Dat zou hem goed doen. Dan rijdt hij naar huis en denkt, nou, minder een dag. Ik heb het vage vermoeden dat hij niet meer uitgenodigd wordt hier aan tafel. Nee, dat past maar niet ook bij. Omdat hij tegenspreekt? Nee, daar gaat niet om tegenspreken. Maar kijk, dat heeft dat volk die zich verheven voelen dan je als dom neerzetten als half Nederland op de BBB stemt, dan vindt hij dat allemaal dom horen. Ja. Nou, dat vind ik heel hautain en arrogant. Is dit weer een openbare functioneringsgesprek? Ja, dat lijkt niet meer terug. Gedacht veel op, die komt niet meer terug? Nee. Die komt niet meer terug? Kijk jij nog maar uit. Hij zat ook op drie kussentjes, joh. Ja? Ja, meneer.